Goedenavond, mijn naam is Vincent Evert, ik ben Trendwatcher en ik ben hier bij Tesla Tilburg. En in deze periscope ga ik jullie laten zien wat de Model X eigenlijk allemaal betekent, wat je ermee kan doen. Hij staat hier achter me, laten we eens even gaan bekijken. We zijn hier bij Tesla, dit is de Model X, het is eigenlijk als de Model S, alleen hij is wat hoger op zijn wielen. En hij heeft waanzinnige deuren, zowel de voordeur, die is echt gewoon, die gaan automatisch open als je in de buurt komt. Dat zal ik eventjes zo meteen laten zien. En die deuren, die prachtige vleugeldeuren aan de achterkant, die zijn ook gewoon mooi. Je hebt 7 mensen die je erin kwijt kunt. Dus we hebben hier 2 stoelen. En hier hebben we dan 3 stoelen daar en dan weer 2 stoelen. Dus je hebt 7 stoelen. Prijs. De prijs van de Model S, die begint bij €90.000. Dus dat is geen middenklasse auto. En als je een beetje wat opties hebt, als hij een beetje powerful is, een beetje snel, dan begin je bij 130.000. En je moet voor de goedkoopste versie, 100.000 euro, moet je dus wachten tot juni. In juni wordt de goedkoopste versie beschikbaar. Dan kun je hem bestellen, dan heb je hem nog niet, dan komt hij aan het einde van het jaar. En ik heb er eentje gekocht, die heeft dan een P90 accu en die heeft ook gewoon 500 pk ongeveer en die kost €130.000. En als je, voordat je nou zegt van ja, dat is toch niet voor normale mensen. Nee, dat is niet voor normale mensen, dat is echt voor de 3% van de mensen die een auto koopt in dat soort prijskategorieën. Een Audi A6 en dat soort zaken. Alleen rijdt hij wel 3 keer zo goedkoop qua benzine en heeft hij geen onderhoud nodig. En dit soort auto's die een beetje erop lijken, de Tesla Model 3, die komt in abnormale mensen, je hebt helemaal gelijk. Die kost 35.000 euro. Even de deur open doen. Even kijken, oh ja, daar gaat hij. De Falcon Doors, dat is toch wel echt een cool gadget. Ik denk niet dat dat in een Model 3 gaat zitten. Dat krijg je niet voor elkaar. Maar je kunt hier dus wel gewoon lekker live ingaan. En dan kun je gewoon, zonder dat je hoeft te bukken, kun je gewoon onder deze deur rondlopen. Daar ben ik weer. Oké, hier zit ik even onder die Falcon door. Ik kan er gewoon onderdoor lopen. En dan gewoon gaan zitten. Dus dat is echt wel heel comfortabel. En dan kan ik hem gewoon nu weer dicht laten. Dus we drukken even op de knop. Gaat hij open? Gaat hij dicht? Ik heb toch wel iets. Ja, daar gaat hij. Oké, hij gaat nu dicht. Bam. En ik zit dus heel comfortabel in deze. En hij is natuurlijk net zoals de Tesla Model S. Lekker comfortabel van binnen. Hij is groter. Hij is hoger. Hij is comfortabeler. En hij heeft een waanzinnige voorruit. Ik ga er weer even uit. Kijken of dat werkt. Ja, daar gaat hij weer. Ik stap er even uit. Ik geef jullie ook nog eventjes een blik van de voorruit. Kan ik erin of niet? Mag ik nog even eruit laten zien of niet? Oké, even leuk. Deze voordeur gaat ook automatisch open. Die deur gaat automatisch open. En het aardige is, hoe krijg je de deur weer dicht? Ik trap op de rem en bang, de deur gaat automatisch dicht. Je hebt hier gewoon een fantastische ruit. Iedereen zit te kijken, ik moet gewoon zo weg. En die ruit is zo groot dat je echt een beetje een helikoptergevoel hebt. Je zit echt helemaal met licht om je heen. Dus dat is echt heel mooi. Ja, geen steentjes in de ruit krijgen, dat is een beetje een probleem. Hier die visualisatie, die is nog echt heel erg mooi. En nu gaat de deur gewoon dicht. En we gaan ophouden. De Model X, dat was het einde van de periscope. Dank jullie wel voor het kijken. Goed, laat ik Jeroen Kramer, rijder van een Toyota Prius. En ook kenner nu van de Model S. Wat vind jij van deze Model X? Nou ja, ik vind het een super geile auto. Als ik die dat woord even mag gebruiken. Thank you.
staat erop, maar mag door naar. Heel goed, dank u wel.